In een verrassende wending heeft Anita Witsier, die lang het boegbeeld was van natuurlijk ouder worden, haar fans op Instagram in verwarring gebracht met een bekentenis over haar recente cosmetische ingreep. De altijd zo natuurlijk ogende presentatrice, bekend om haar frisse verschijning en standvastige houding tegenover plastische chirurgie, heeft haar toevlucht gezocht tot een moderne ingreep om de tijd een handje te helpen. De laatste tijd ergerde ik me aan een diepe groef in mijn voorhoofd en een wijfelende kaaklijn deelde Anita onlangs op Instagram, terwijl ze haar keuze voor een zogenaamde liquid facelift en een botoxbehandeling openbaarde. Ze vervolgde enthousiast, ik koos voor de aaslift en een botoxbehandeling. Nou en dit is het resultaat, ik ben er heel blij mee. Weekblad weekend brengt deze opmerkelijke koerswijziging voor Witzier aan het licht. Deze openhartigheid komt na jaren waarin Anita zich juist uitsprak voor het behoud van een natuurlijke uitstraling. In een eerder interview met Margriet gaf ze toe af en toe botox te gebruiken, vooral om haar diepe fronsrimpel aan te pakken. Mijn fronsrimpel is heel diep. Daar liet ik wel eens botox inspuiten als het me te veel hinderde. Dan was het glad, maar gingen mijn wenkbrauwen raar staan, legde Anita uit, wat destijds al voor gemengde gevoelens zorgde onder haar volgers. De reacties op haar recente onthulling zijn dan ook verdeeld. Terwijl sommige fans teleurgesteld reageren met opmerkingen zoals: Had dit nooit van jou verwacht, applaudisseren anderen haar transparantie. Zo goed en fijn dat je dit met ons deelt. Heerlijk eerlijk.